Dus ik wil u allemaal eerst van harte welkom heten. Het was een beetje twijfelachtig voor mensen of men dit wel zou lezen en tegenkomen en weten. We waren vrij laat met de organisatie Willem van Nederland loopt. En zeiden, als die er ook maar is, dan vragen we, gaan we iets met hem organiseren. En geen van de week zeiden, Willem is al in de buurt, hij zit al bij Alkma. Dus we hebben snel iets georganiseerd. Gelukkig kon nog iemand komen hier voor de koffie en thee, anders was het ook niet doorgegaan. Ik ken dit gebouw omdat hier in het kader van Wetenbegrip van Psychiatrie elke maand een film wordt gehouden en er is een thema en daar spreekt men dan over met deskundigen en psychiaters. En daarom vonden we het ook heel erg geschikt, want ons thema van vanavond is misdiagnose. Maar laten we eerst voorstellen aan Willem. Willem kan vanaf 1 mei rond. En ik hoor je net als je dat zit en rond. Kun je ook zeggen waarom je rond? Waarom ik rondloop? Willem wint. Ja. Nou, waarom loop ik rond? Ja, goede vraag. Ik ben al 15 jaar bezig met hoogbegaafdheid. Ik heb 2 boekjes geschreven. Nou ja, op de waarom eigenlijk een internetpagina en daar met CV op. In diverse groepjes hebben wij gesprekken gehad met het ministerie van Onderwijs. Inspectie, werkgevers, even het ministerie van Economie. En allemaal leuke gesprekken. Lekkere koffie, staat buiten, gebeurt er niks meer. Heeft echt helemaal op. Een tweede gesprek krijg je ook niet, want je hebt je eerste gesprek al gehad. En ja, dan sta je dus weer met niks in handen. En vervolgens lees je dus elk jaar minstens 2 keer in een landelijk blad. Van een gezin dat met grote problemen zit met scholing voor een hoogbegaafd kind. Ja, dat zijn topjes van de ijsberg meestal, want de meesten willen toch graag niet in de pers. Ik krijg met regelmaat volwassenen die vastlopen in het werk, of überhaupt in het leven. En daarbij heb ik van meneer Bel. Dat is de zoon van de mevrouw Rebel die de netstichting heeft opgericht in 1965, dacht ik of zo. Kreeg ik nog wat oude knipsels onder ogen. En ik dacht, ja, zo lezend, daar kun je zo weer in de krant zetten. Helemaal in de krant. Precies, staat precies zelf in. En dezelfde omschrijving zelfs ook. Heel leuk, eigenlijk. Maar die waren dus al van 1965. Ja, en op een bepaald moment dan zat ik dus in mijn stoel en ik dacht van ja, analyseren toch maar eens van waar, hoe zit het nou allemaal precies. En dan kom ik uit op een visieuze cirkel, daar kan ik nog een keer wat over vertellen, maar goed. Naar een visieuze cirkel, in ieder geval, alles was heel erg naar binnen toe gericht. Niemand treedt naar buiten. En ik dacht nou, dan treed ik toch naar buiten. Ja, dan moet ik contra iets doen om een reactie te krijgen. Dus vandaar eigenlijk de voetocht. Dat heeft Willem 3 keer eerder gedaan. Hij heeft landelijk op een gegeven moment naar voren gebracht dat er zoveel geklaagd wordt in hoogbegaafdheidswereld over wat er niet goed gaat. Hij zegt er moet onderzoek verricht worden naar wat de kwaliteiten van hoogbegaafden zijn. En dat heeft hij rondgespeeld, heeft hij klaargespeeld samen met een collega, dankzij zijn initiatief. Hij heeft, en dat was in Europa al bezig, maar in Nederland niet, de dag voor de hoogbegaafdheid meehelpen bedenken. Jaarlijks is er een dag waarop je allerlei organisaties samenvindt om uit te leggen wat je met hoogbegaafdheid zoal in het onderwijs voor volwassenen kan doen. En hij heeft als derde een schoolsysteem bedacht, de boksschool, waar dat waarschijnlijk te ingewikkeld is voor gewone leerkrachten om te volgen. Maar het is in zijn eenvoud zo zuiver dat je zou zeggen, waarom heeft nog niemand dat opgevolgd? Dit zijn maar 3 van de vele dingen die hij bedacht heeft. Dus die wou ik toch even memoreren, Willem. Informatieavond over dit thema. Mogelijke misdiagnoses. Er is ook echt een boek over, hoor. Hebben we het niet zomaar verzonnen? Dat had ik het boek hier. Zie je het toch? Onder. Het wordt vertaald met Van Gorkum. Het komt volgend jaar uit, denk ik, of dit jaar al, 2011. En dat is niet voor niks. Mogelijke misdiagnoses. Bij hoogbegaafdheid dan. Normaal zegt men hoogbegaafdheid. Ja, dus je kunt het niet eenduidig positief definiëren. Net zoals bijvoorbeeld dyslexie, daar komt dan ook dyslexie, daar kom je niet helemaal uit. Maar dan zegt men, oké, laten we zeggen, in ieder geval een IQ van 130 en hoger en een aantal persoonlijkheidskenmerken. Maar of een IQ nou echt alles meet wat intelligentie is,
als we op de wereldconferenties zijn, dan zijn er altijd workshops over wat moet er toch met zo'n IQ-meting. Dus daar is niet iedereen happy over. En dan ook nog eens die persoonlijkheidskenmerken, daar is geen consensus over. Van welke is het nou precies en welke niet. En intuïtie, ja, hoezo. En nou, er zijn allerlei dingen. Dus het is een beetje moeilijk om het te duiden. En toen, ik deed de opleiding aan de Universiteit van Nijmegen voor Specialist in Gifted Education. En daar noemde de leerkracht, de docent die daar het college gaf, die zei, er is ook een Dabrowski, en dan bladeren we in een boek, en dat is een psychiater, en die heeft het wel juist. En dat was alles. Dus ik thuis weer zoeken, en toen ben ik gaan verder zoeken en snuffelen, en zijn kijk op hoogbegaafdheid beviel me wel heel erg. Dat is een hele andere manier van kijken, daar gaan we straks samen naar kijken, zodat je hoogbegaafdheid wat breder kunt zien en breder kunt begrijpen. En laat Willem nou net een paar dingen zeggen die ons helemaal deden denken aan de samenvatting. Wij zien dat ook breder dan dit wat men zo zegt, de IQ en persoon. En jij hebt nu ook iets heel leuks over deze theorie neergezet. Hoe gaan we dit inpakken? Gaat Willem zijn theorie eerst vertellen? Wat lijkt je dat, Willem? Nou, ik ben niet zo wetenschappelijk allemaal. Nou, dat maken wij er nou van, hè? Dat zoeken wij verder. Ik ben heel associatief, dat moet jullie weten. Ja, ik weet wat hij zegt. Maar wetenschappen die doen het op een andere manier. Dit is jouw brief. Dit heb je zelf geschreven, Wim. Een hoogbegaafd persoon heeft de eigenschappen van een ADHD'er, een autist, een hooggevoelige, een ADD'er, een pedinosser en al die diagnoses die een hoogbegaafde kan krijgen. En bij een bepaald persoon, dus een hoogbegaafde, zal één van die componenten de dominante zijn. Ik citeer vrijwillig. Precies, dit is je eigen tekst. Hè? Soms altijd, maar soms zullen een aantal componenten afwisselen de dominante rol spelen. Herken je je tekst, Willem? Of zeg je elke dag wat anders? Nee, hij is wel in ontwikkeling, maar dit is van 3 maanden geleden. Ja. Dus het kan zijn dat je er nu weer anders over denkt. Dat hebben sommige wetenschappers ook. Nou, en nu komt het interessant. Want ik begeleid ook hoogbegaafden. En ik ken iemand van 60 die zei... Ja, het wordt toch tijd. Mijn leven vordert. Ik heb me altijd wat autistisch gedragen. Oeh, en het kan best anders, zei hij. Dus die is dat gewoon aan het ontwikkelen. Je kunt heel veel leren. Hè. Je kunt gewoon allerlei vaardigheden leren. En dat is die nu gaande. En toen jij dit schreef, dacht ik... Soms reageer ik wat autistisch... Dan stoort je elk geluid, omdat ik me dan concentreer op wat ik schrijf. En mijn hoofd rommelt van de energie. Dat is de chaos die de hoogbegaafdheid vaak in mijn hoofd beschrijft. En als ik naga hoe ik omga met de hoogbegaafdheid, dan merk ik nog wel eens een schakel tussen die componenten. Dat ik schakel. En als ik me wat autistisch voel, en ik wil wel wat doen, dan gooi ik me met mijn ADHD door de bocht. En doe het gewoon. En jij springt dus als het ware van de ene label op de ander en je zegt... Zoals die ene man zei, ik heb me nogal autistisch gedragen. Dan zeg je, oké, je kunt je dus ook ADHD gedragen. Je kunt je dus ook compulsief gedragen, of wat dan ook. Ja, en ik heb dus niet zoveel met die woordjes. Nee. Maar ik ben van mezelf, en ik weet van mezelf dat ik soms zelfs met zo'n voetbal niet zoveel zin heb. En ik heb het toch al besloten, omdat ik niet vanwege het lopen met de rest wel leuk vind. Dan gooi ik het gewoon in de groep. En ja, dan weer goed. En dan moet ik het ook doen natuurlijk. Want het is meer te na om dan daarna te zeggen, nee, dat doe ik niet. Nou, op die manier trek ik mezelf uit die passiviteit eigenlijk. Dat zijn allemaal van die trucjes die ik zo gebruik. En ik heb altijd wel moeite mee met die labeltjes. Omdat ik ken een autistische jongen, die echt autistisch. En dat is toch even wat anders. Ja. Dus ik vind sowieso dat... Definities die zijn zo breed gemaakt dat je met enig brengen haast iedereen er wat in kunt krijgen. In bepaalde, dat je iedereen er wat in kunt krijgen. Als je de definitie, die wordt heel erg opgerekt. Ja, of misschien de echte hoogbegaafde niet eens. Ja. Daar is hem ook een manier van zeggen. Ja. Je past er overal in of je past nergens in. Allebei ze zijn wel uitwisselbaar, die twee. En als hij dan verder ging, dan zei hij, via die kijk, dat is een heel interessante, zou je ook handreikingen kunnen bedenken. En die kunnen doen aan de hoogbegaafden die te veel last hebben van één van die componenten. Dus hij zegt, als je nou een Asperger hebt, die toch heel slim is als hoogbegaafde, en niet herkenbaar als autistisch, maar het wel iets, een beetje autistisch is, dan kan het zijn dat je die kan leren
suggereer jij om een ADHD-achtig gedrag, dan komt hij naar buiten en dan is hij weer met anderen bezig. Als dat al zou kunnen, hè? Ja. Want dat weten we niet. Dat is het onwetenschappelijke eraan wat je zei, maar het is wel een soort uitdaging die Truus net ook onder woorden bracht. Ja, maar ik denk dat ADHD is een te grote stap. Je moet het ertussen doen. Okay. Asperger die is denk ik heel erg gauw die speelt graag de goede mens. De goede mens uit de sprookjes. Als je die leert liegen in een veilige omgeving, dan zal die al helemaal. Om maar een voorbeeld te geven van iets wat je erbij moet. Antisprookjes en toestand. En op die manier krijg je een beetje meer ruimte. Je moet dus geen grote stappen nemen, want dat is natuurlijk altijd nooit goed. Maar zo gaan we weg. Ik noem het zelf altijd trucjes. Trucjes die je kunt toepassen om jezelf meer ruimte te gunnen eigenlijk. En die trucjes, ja, dat kun je dan. Jij zei nog iets net buiten, dat vond ik wel interessant, dat is geleden dat ik herhaal. Ik vertelde van iemand een cliënt die ik had en die zei, ik red het echt niet, ik moet begeleiding hebben. En toen zei jij, ja dat is dan als je helemaal terugvalt en dan heb je geen vertrouwen meer in jezelf, geen vertrouwen in de wereld en we doen het drie. Geen zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en geen vertrouwen in de wereld. Ja. Als je die drie dingen kwijt bent. Dan zit je in de put. Dat is heel simpel. Je bent stuurloos. En dan ben je stuurloos, je bent daar niks meer. Dus ik coach ook heel af en toe eens een keer een operator, maar liefst diegene die dus helemaal in de put zit. Dus al die drie dingen helemaal niks meer heeft. Dat ging het leukste. Grootste uitdaging. Dat is de grootste uitdaging. Maar het is ook voor mij wel het simpelste eigenlijk. Dus op een manier, dat vind ik heel simpel. Maar eigenlijk is het een beetje wat ik doe is dan perspectief bieden. En perspectief en dan een beetje op maat gesneden. Ja, en de rest duidelijk maken dat wat ik heel vaak zie is dat ze een rol spelen. Een rol spelen. En dan zeg ik gewoon dat ze die rol spelen en dat het dom is omdat dat niks oplevert. Daar komt het eigenlijk een beetje opnieuw. Bij je leren bij je. Ja, dat is ook dat. Maar dat is op dat niveau is dat een stap te hoog. Op dat niveau is het echt zo van wordt herboren. Of pak je oude ik op van 10 jaar geleden of zo. Of bij een goed punt. Dan een beetje een reboot van Windows. Dan kun je ook wel op een bepaalde datum reboeten. Nou, dat is eigenlijk een beetje een boodschap. En dan komt de rest ook vanzelf wel. Omdat ze best wel weten dat ze overal rekening